Kunnen we alvast even kijken? Nou, nog maar even niet, hè? Nee, daar wachten we nog even mee. Je kan alleen maar de sleutel open doen. Nou, we gaan straks een geschiedenisexamen maken. Nou, we hebben er een beetje zin in. Over deze expansie is. Geen idee. Jawel, ik weet wel. Alle laatste informatie nog even verzamelen. Ja. Ja. Ik heb heel veel zin, uiteraard. Ja, hè? Ja. Dat heb jij al dagen naar uitgekeken. Ja, klopt. Hey, gaat het dan beter, het examen, als je oordoppen... Je hoort natuurlijk niks. Hallo? Ja. Zoals met het uitdelen, moet het wel echt stil zijn. Hoe ging het? Goed. Ik ging lekker snel en ik wist heel veel, dus ik kon lekker doorschrijven. Lekker gevoel is dat, hè? Ja, want gisteren ging het niet zo goed, dus dan als het nu goed gaat, dan is het heerlijk. Ik ben jarig, hè? Nee, dat meen je niet. Mag ik jou van harte feliciteren namens Punt Uit? Ja, dank u wel. En heel veel examenstress. Ja, nee, heb ik niet. Meneer Van der Elst, u geeft geschiedenis. U heeft het examen ook bekeken. Wat is uw reactie? Nou, ik vond het examen eigenlijk best goed te doen. Het aantal kenmerkende aspecten dat gevraagd werd, was minder dan voorgaande jaren en daar ben ik eigenlijk wel gelukkig mee en de leerlingen ook, denk ik. En hoe is het om jarig te zijn en een examen te maken? Ja, dat is echt het mooiste wat er is natuurlijk. Echt een mooi cadeau. Ja, leren op je verjaardag, hè. Ja, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn hier het ingeleverde werk, wat de leerlingen dus inleveren, sorteren, even controleren of iedereen het werk heeft ingeleverd. Wat ben je vergeten? Telefoon. Je bent net te laat voor het examen, hoor. Gemaakt hoor. Oh. Mijn mobiel. Yes. Is het weekend voor je? Of? Ik heb zo nog een Frans examen, dus ik mag zo weer door. Heeft u vannacht nou 1 of 2 ogen dicht gedaan? Nou, vannacht heb ik heerlijk met mijn beide ogen dicht geslapen. Het was wel even spannend vanmorgen als je dan het examen gaat bekijken na het uitdelen. Dus je denkt, nou, hebben ze het moeilijk gemaakt? Hebben ze het redelijk makkelijk gemaakt? En het viel me dus alles mee. En gezien het feit dat de leerlingen over het algemeen vrij vroeg klaar waren, denk ik dat mijn inschatting behoorlijk juist is dat het examen voor de HAVO best goed te doen was. Ja, op zich, sommige vragen waren heel moeilijk. Dat kon je ook niet voor leren. Maar ik ben wel opgelucht. Ik ben er vanaf. We hebben nog een examen Frans. Dus die moeten we nog maken. Ja, ik ga werken. Ik ga een huisje leren. Was het al met al een beetje te doen? Ja, uiteindelijk volgens mij wel. Ja hoor. Dus deze leerlingen ziet u volgend jaar niet terug? Nee, dat hoop ik niet. Kijk op punt.uit.nl/examens.